zal dat eens proberen en hoor. Ja, als het niet lukt, dan lukt het niet, ja. Maar ik maak me eigenlijk geen zak uit, maar lukt het niet? Ja, ook goed, je hebt je best gedaan. Dat zeg ik nu al. Ja, bij dingen, bij rust kun je dat gemakkelijker. Maar ja, dat is dan ook een ander programma en zo, hè. Okay, je hebt inderdaad tapijtjes, maar op een stenen vloer. Een stenen vloer is oneffen, hè. Dat ziet er niet uit. Ja. Wel als je zo van die donkere kleuren gebruikt, denk ik. Wat ik wel kan doen, is proberen van dikker tapijten te maken. Het ding is wel, als je op E duwt op dat ding, kunnen die hoger leggen. Ah ja. Dus dan valt dat niet zo op. Dat zie je dat zo niet. Ah ja. Dat zie je dat zo niet. Ja. Maar ik ben al blij dat ik een skippy heb. Oh man. Ik dacht dat het niet ging lukken. Ja, ik denk dat me dat wel nog lukt, ze. Daar iets te maken van de Fallen Madonna met de big boobies van Van Klomp. Ja, waarom niet? En die met uitgeknipte borst of... uitgeknipte borsten? Uitgeknipte... Wat? Ja, hallo. Kijk goed denk. Ah, ja. Wacht, hè. Op een bepaald moment... best eigenlijk Helga die twee horloges af. Ja, afpest dus veel gezegd. Ze wil ook een deel van de buit. En om te verzekeren dat ze een deel van de buit krijgt, wat doet ze? Ah ja, ze snijdt die tetten eruit, just. Snijdt die tet eruit, ja. Zijn die tapijten zien er eigenlijk niet zo super uit. Ja, van de cast van Allo Allo lever niet veel meer. Ja. You stupid woman. Ja, de oudere garden is er al uit natuurlijk. Hè. Dat nee, is ja, dat is dat. Maar ja, langs de andere kant zijn er ook een deel die niet oud geworden zijn. Gelijk nu gewoon nee. Ja, die had toch ook zijn zekere leeftijd. Ja, wat noem je zekere leeftijd, Christophe? Ja. Ja. Iedereen heeft een zekere leeftijd. Ja, maar die was toch op een heel... toch wel heel oud geworden. Ja. Je moet een beetje geluk hebben, hè. Wat noemt je heel oud, Christophe? Hij is geboren in 1941, dus die mens was in de 70. Oké. Okay. Ik moet zeggen, ja, zwart. Dat noem ik nu niet echt oud. Maar dat is nu niet echt oud, denk ik. Dat is nog 75 jaar. Nee. 80, 85, dan kun je echt over oud beginnen spreken. Dan is het game over. Niet noodzakelijk. Nee. Niet noodzakelijk, dat is waar. Het is stof zijn overgekomen. Die is onder 10 geworden. Wie? Wie dat? Ja. Ah ja, de grootmoeder, ja. Allee. 110? Zijn groot-tante eigenlijk. Wat dan ook. Oh ja, dat is... Ja. Wai. Ja, het schijnt dat die x-aantal tijd de oudste mens in België is geweest. Dat is pas oud. Ja, dat is waar. Fallen Madonna with the big boobies, 500 pump. Bestaat zelfs een Facebookpagina die zo noemt. The picture of the fallen Madonna with the big boobies by Van Klomp. Wie valt iets aan? Ik ben niks aan het aanvallen. Als ik iets aanvallen hoor. Er friek van de Gestapo. Er friek. Er flik, ja. Er
Flik. Flik derke stappen. No, I said flik derke. Ja. En dan zo met zijn mankend been zo. Ja, is om dat te benadrukken hoe dat die liepen, hè, die van de SS. Ja, natuurlijk, dat was gewoon... Dat was... geen zakken. Ja. Ja, dat was inderdaad om het zodanig te overdrijven. Ja. Ja, dat was gelijk ingangsexamen bij de SS, moest ik de man. Ja, die ouwe wat in dat bed lag. Die andere, van Smallhagen zeker, die deed dat dan ook. Die liep dan ook van. Ik zal dan wat vlees pakken voor die tapajara te doen. Ja, die wil ik ook een keer laten kijken. Wie daar? Ja, toch? Ja, Pof is. Ah ja, maar je Pof is. En wie zijn Hathor en Pof is, Christophe? Dat zijn die van Stargate. Ja. Ja, en het zijn ook, goden, het zijn ook goden van de Egyptische geschiedenis. Ja. Ja, dat klopt, ja. Ja, ja, dat klopt. Je hebt gelijk. Ja. Hey, ik weet dat goed genoeg. Maar dat zijn twee van de Goa'ulds. Wauw. Ah, ik dacht Goa'uld. Ja. Goa'uld. Goa'uld. Ja. Ja, dat klopt. Perfect. De Goa'uld, ja. Van mijn favoriet dat die grijze mannetjes. Maar ja, we zijn al die dingen kwijt, zeg. Ja. Hadden? Al die in de kibbel is Fuji. Waar wow, moet je een bepaalde kibbel hebben? Ik weet niet welke dat is. Kijk. Misschien dat we nog heren hebben voor die kibbel te maken. Ah, dat kan misschien wel zijn. Marleen gaat Storm da Lieben zien. Ja, Raf, ik heb wat probleempjes ook met Autohotkey. Allee, ja. Ja. Niet met Autohotkey, ik heb probleempjes met Ark en Autohotkey. Ah, ja. Laten we zeggen, dus bij de controls in ja. Ark. Dus bij de skills, en je weet wel de quickslots, hè, van 1 tot 0, staat er dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. 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 Maar, ik moet die dus verzetten naar West N. Ampersand E, ja, E, ja. Maar, je kunt dan niet switchen. Hij wil dat niet doen. Dus ik kan niet aan en één en ampersand wisselen, want dat wil hij niet doen. Dus dan wil dat zeggen dat ik dus die controls niet kan binden. Ai. Ah. Hij doet dat gewoon niet. Hoe
omdat dat basically dezelfde knop is. Inderdaad, dat is basically dezelfde knop. Maar sinds dat, als je in-game shift gebruikt naar een sprint, eigenlijk toch, gaat dat natuurlijk geen hoofdletter zetten. En dus geen hoofdletter 1 of wat dan ook. Snap je wat we doen? Inderdaad. Het andere probleem. Ja. Ik heb voor Ark dingen gemaakt dat ik eigenlijk als ik op F1 duw, dat mijn vogel gewoon sprintend blijft verder vliegen. Ja. Dus ik heb op F1 gezegd van kijk, jij duwt in mijn geval de W en de linker shift knop in. Wat je wel eens kunt proberen is, ik weet niet of dat gaat lukken, hè. Dat kan voor een ding zorgen dat het script niet gaat werken. Maar wat je eens kunt proberen is muzikale stoeltjes spelen met die knoppen. Heb je wat ik wil zeggen? Muzikaal, nee. Dus, ja, dan ga ik het proberen uitleggen. Uw knoppen eerst omwisselen naar een andere knop. Ja, dat heb ik ook al geprobeerd. Dat weigert hij ook te doen. Dus ik heb eerst geprobeerd ze op naar F3, 4, 5, 6, 7 enzovoort te proberen zetten. En dan terug te wisselen naar, je weet wel, naar een andere knop. Ja. En dat lukt mij ook niet. Maar met de nodige knoppen die eraan te pas komen, zoals de I en de dingen, dat heb je geprobeerd. Dan. Ik heb het al met andere knoppen proberen wisselen en dan terug proberen wisselen. Nou, zover heb je ook al nagedacht. Ja. Maar, ja, so be it. Dan moet je dat maar iedere keer goed zeggen. Ja. De rest werkt wel, maar dat kan ik aan het vertellen ben. Dus als ik op F1 duw, begin ik in principe te sprinten en constant rechtdoor te lopen. Ja? Ja. Dat heb ik eigenlijk gedaan voor mijn vogel. Ja? Dus dat werkt. Hij begint te vliegen. Maar ik heb dan F2 ingesteld. Dat hij de knoppen lost. Ja. Maar hij wil ze niet lossen. Hij wil ze niet los. Dus F1 heb ik dus gedaan. Dus F1, dubbel punt, dubbel pen, punt. In dit geval, send W down en send left shift down. Ja. Ja. De F2 heb ik het omgekeerde gedaan in plaats van... Ja, down heb ik opgezet. Net gelijk dat we ook gebruikt hadden bij die dingen van Fallout 4. Ja. Daar heb ik ook up en down gebruikt. Dat klopt, ja. Dat weet ik, daar hebben we zitten op zoeken samen. Ja. Ja. Maar hij wil dat dus niet stoppen. En ook niet als je achteraf een keer op je pijlken naar achter duwt of een keer zelf nog een keer duwt? Nee, dus als ik pijlken achteruit duw... Dan begint hij terug vooruit te vliegen als ik los. Ah ja. Snapte de onlogische... Ja, en ik weet ook waar... En ik heb ook ergens wel een gevoel waarom. In het spel zelf flikt jullie dat ook af en toe. Ja. In het spel zelf, zonder dat je eigenlijk veel speciaals doet. Ik heb het al een paar keer gehad... Dat hij gewoon soms bij mij ook de knop blijft inhouden terwijl ik niks aan het doen ben. En ik vraag me af waarom hem dat doet. En, maar hij doet dat dus iedere keer, hè? Dus iedere keer wil hij niet stoppen. Ja. Ik heb dat ook af en toe zo'n keer heel zelden. Dat hij eigenlijk blijft sprinten, ook al ben ik die knop niet meer aan het induwen. Ja. Is dat waarschijnlijk dat hij bedoelt? Nee, dat bedoel ik niet.
dat ik geen knop induw, maar dat hij bijvoorbeeld blijft streven of dat hij blijft... Dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. Maar dus dat ik eigenlijk gewoon zelfs geen enkele knop induw, zelfs met een shift niet alleen, maar gewoon mijn pijlken naar voren, maar dat hij gewoon inderdaad blijft voortgaan. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk hetzelfde wat jij voor hebt met die... Ja, maar hij doet dat wel iedere keer. Dus ik krijg hem iedere keer in gang, maar ik krijg hem nooit tot stilstand. Maar dan zit ik met een ander probleem. Dan probeer ik naar Windows te switchen, maar met dat hij al knoppen aan het induwen is, heeft hij niet veel hoesting. Dus de enige manier om het te doen stoppen is Ctrl-Alt-Delete en de boel afsluiten. Ai. Dus daar is een conflict in een van die knoppen. Met auto-hotkey. Waarom? Ik, laten we zeggen, ik durf er zelf van uitgaan dat niet eens aan auto-hotkey ligt. Om te testen of het niet aan auto-hotkey is, moet jij dat dan een keer doen. Ja, en dan, als hem inderdaad blijft doorlopen, suspend script. Nee, niet suspend auto-hotkeys, pause script. Werkt dan na van de tijd dat ik al merk dat dat iets doet? Normaal gezien, als het inderdaad iets is wat moet herhaald worden, gelijk die up en down key, dan zou je moeten stoppen met die knop in te duwen. Dat helpt inderdaad niet als het knoppen zijn die maar gewoon moeten geswitcht worden. Dan helpt dat niet. Dat heeft alleen te maken met repeats. Oké, ik ga het een keer testen. Oké? Okay. Ja. Dus ik ga mij gewoon... Dat heeft alleen te maken met loops die wat gebeurt. Dan wordt uw dingetje gepost. Oké, okay, kijk. Hier tussen die twee eerste kan ik weg. Ja, daar ga ik mij vastlopen als het stopt. Ja? Ik ga nu even F1 duwen, ik begin te lopen. Ik duw op F2, dat is niet. Ja. Oké. Okay. Blijf maar doorspin. Ik ben nu ergens vast. Ik ga Ctrl-Alt-Delete. Nee, Ctrl-Alt-Delete moet je niet doen. Hè. Gewoon Alt-Tab en een keer. Oh, de enige manier om eruit te gaan is Ctrl-Alt-Delete. Maar Alt-Tab en dan een keer pauze script doen? Dat gaat niet. Alt-Tab. Je kunt geen Alt-Tab doen. Ah, oké. Okay. De enige manier om in de Windows te kijken is Ctrl-Alt. Oh, dat meen je niet. En op uw Windows-knop? Nee, dat doet ook niet. De enige manier is Ctrl-Alt. Delete. Dan taakbeheer pakken. Ja, kijken of dat ik aan dingen zelf kan. Ah ja, nee, je hebt geen twee schermen en dan gaat dat niet. Dat is waar. Ah ja, wel gaat wel. Bij mij gaat dat wel op. Maar in principe, als ik nu dus, pause script doe en ik ga terug naar het spel, ja? Zou het moeten stoppen. Ja. In theorie. Dus pause script. Ik stop. Het probleem is dan inderdaad bij auto hotkey. Ik heb gelijkaardige dingen al gedaan. Bij andere games. En dan switch je heel simpel terug uit. Ja, maar het is waarschijnlijk een combinatie auto hotkey dit game. Ja. Dus ik geef dit game het schuld. Ja, oké. Okay, want bij andere games gaat dat. Of is dat nu omdat ik specifiek F2 pak? Ja, dat weet je natuurlijk niet. Hè. Dat is het probleem. Dat, werkt, dat weet ik niet. Natuurlijk. Want F1, als je F1 indrukt, werkt het wel, hè, maar alleen. Ja, dus hij schiet in gang op F1. Laat uw scherm misschien, ik ga eens een keer kijken wat we kunnen doen. En dan de script bekijken.
Oh ja, je hebt geen twee schermen, dat is wel een betal langs de kant. Beeldscherm. Oké, okay, Mazi moeten nu kunnen zien. Je moet wel things weergeven dat kan. Dat is de scripts. Kunnen we mijn scherm zien? Ja, ja, ik zie scherm. Dus eigenlijk is het identiek hetzelfde, die twee. Behalve dat de ene zegt down en de andere up. Dan moet ik proberen wat dat geeft als ik daar een andere knop op zet. Maar volgens mij, wat er hier staat, in theorie moet dat kloppen. In theorie klopt dat ook. Maar het is dat wat ik was aan het kijken, of dat er toevallig niks verschilde of weet ik veel. Ja, het is dat, maar zoals je ziet, verschilt er niks, hè. Behalve het woordje... Behalve hetgeen dat moet verschillen, ja. Natuurlijk. Ja. Dus in deze werkt. Dus hij begint naar voren te lopen en te sprinten. Ja. In deze werkt niet. Maar als ik in game ga zelf en ik doe op F2, gebeurt er niks. Ja, dus zonder dat die naam staat, hè. Dus dat nu ga ik eens een hele stomme dingen zeggen. Ja. Maar ga zet het spelletje nu keer eens in. Ik weet niet of dat gaat, hè. Een wet-out mode. Ik zie geleden een baanmeisje. Dan een escape. Staat op het punt door het voelen, ik weet het, maar... Gewoon eens een klein windowschermpje. En desnoods eens even een beetje kleiner zetten. Gewoon om eens te zien. Tegelijkertijd is. Dat je altijd terug in de script kunt gaan en dat je hem kunt pauzen. En dat je kunt kijken van, dat je auto hotkey kunt openzetten. Auto hotkey zelf, hè. Niet de script changer, zoals dat na klinkt, maar auto hotkey. Wat wilde dat ik nu doen? Auto hotkey openzetten. Dus een dingen lanceren. Auto-hotkey, ja. Zeg spel dat... lanceren, maar auto-hotkey zelf ook opengooien. Dus een dingen activeren, de script. Ja. En dan in uw bar zelf gaan. En auto, in uw bar rechts waar de auto-hotkey staat. En daarop dubbelklikken. En dan is, klik dus op, ja, zo. Waarschijnlijk dat het ziet, is waarschijnlijk de bedoeling. Ja. Ja? Ja, probeer het nog eens. Dus ik kijk hier nu op F1. Ja, loopt u ergens vast? Of twee?
werkt waarschijnlijk niet. Nee. Oké, okay, gaat nu eens naar Auto Hotkey. Kunt je nu uit dat schermpje gaan of niet? Nee. Dus dat, dan loopt het ook al vast eigenlijk. Dat we zijn omdat hij waarschijnlijk bepaalde van de knoppen aan het induwen is. Verkeerd hij bepaalde. Ja, andere... inderdaad. Kunt je niks doen. Kunt je nu ook niet switchen door op een, nu op escape geduwd te door het. Nu, dat weet ik niet. Nee. Probeer eens. De muis gewoon er buiten te gaan. Nee. Ah ja, zo bedoel ik. Ja, met de muis kan ik inderdaad uit. Kijk eens naar view. View. Ja. Hier. Ja. Lines most recently executed. Hij voert het wel degelijk uit, heb ik de indruk. Send V down, send L shift down. Ja, maar de ups. Maar send de ups bind, die... blind E down temp. Nee, hij doet geen up, hè. Hij doet ze gewoon niet. Nee. En daar ligt het probleem, hij doet ze niet. Maar de vraag is, waarom doet hij ze niet? Ja. Laat mij zet die script nu nog maar eens op pauze. En laat mij uw script nog eens zien die we gemaakt hebben voor... Misschien van die twee. Dat een ding is. Ja, dat is dan. Ja, maar daar ligt het anders, hè. Je doet een enter down en een enter up in dezelfde dingen, hè. Ja, maar in theorie, wat maakt dat uit? Ja, in theorie maakt dat veel uit. Ik weet niet waarom. Omdat daar een return achter staat. Ja, en dan? Die blijft in die loop hangen. Ah ja, dit zijn de returns. In principe moet gewoon die returns weg. Ja, nee, want anders gaat hij niet gaat blijven induwen. Dus als je die return induwt. Maar er moet ergens een ding zijn waarbij dat jij zegt dat als ik die knop induw, moet je uit die loop gaan. Snap je? Ja, want ik wil ook al op zitten pijzen, maar ik weet niet wat ik moet doen. Dan moet ik eens even kijken hoe hij dat bij Autorotsky doet. Even zou Autorotsky bij mij ook afzetten.
Ja. Mijn script staat op pauze. Kijk je wat ik op Google aan het indeken. Wacht, ik ga kijken. Je staat op pauze. Ik zie je scherm. Wacht, waar is je... Ah, waar is dat scherm van nu? Staat eigenlijk op pauze. Ah ja, ja, maar dat geldt alleen voor die loops. Dat geldt alleen voor die loops. Dus nu moet je hem ook suspenden. Ja. Nu moet je ook suspend hotkeys doen. Voilà, en nu gaat dat wel. Ah, oké, dus daarvoor die 10 extra. Oké. Je moet eigenlijk exit loop zeggen. Exit loop. Exit loop. Maar ik denk dat je daar met een if statement kan werken. Dus if, dan moet je beginnen, maar ik moet zien dat die if... Ik moet even naar het wc. Dat is goed, ja.
zeggen dan? Is naar de wc. Kan ze in een loop zijn? Die chef nog altijd aan het doen. Ik ben ze beetje weer. Ja, jong. Ik heb even rebooten. DLT hebben zelf niet meer afgezet. Dat doe ik misschien niet wel. Oké.
Oké. Okay. Hallo? Hallo. Wouter er nog? Ja. Ik heb, terwijl ik op de pot zit, heb ik zitten denken. We kunnen dat oplossen, denk ik, met een genestelde if. En hoe wat gaan we eigenlijk proberen te doen? Is... Ik heb hier iets gevonden, eventueel. Ah, even naar je scherm kijken, dan hoef ik niet te veel meer te denken. Afgezet. Wat? Het was een beetje aan het flippen. Op de scherm te veel. Misschien is dat bruikbaar is. Of gedeeltelijk bruikbaar is. Het is niet identiek wat ik wil. Het begint er wel stilletjes aan op te trekken. Het is niet precies wat we willen. Hè. Ja, maar het is dus okay. Zo. Het is dus. Maar dus dan wil dat zeggen dat die breakthrough, zoals hem hier aangegeven staat, gelijk is aan uw escape knop. We moeten het niet letterlijk overnemen, ja. Nee, uiteraard. Maar hier is... Nee, maar dat weet ik maar. Dit is gewoon een gedachte van iemand die iets gelijkaardigs buiten deze loop blijft lopen tot wanneer dat hij op escape duwt. Ja. Ja, maar dus bij... Maar... Hier zit hij in een loop... Het moet beginnen als ik op een knop duw. Natuurlijk, hier moet totaal iets anders komen, uiteraard. Ja, uiteraard. Hè. Maar dan kunnen we dat inderdaad gebruiken als... als of dat je op, dat we, ja, maar ja, het is daar. Ja, als je iets anders wilt dan escape, dan zet je iets anders. Hè. Ja, uiteraard. In theorie, wat ik zou willen, basically, is dat eigenlijk als ik op F1 duw, dat hij eigenlijk dus die knoppen blijft induwen. Ja. En als ik op F2 duw, dat hij stopt. Ja, en doordat er hier zelfs al een functie bestaat, break loop, is het wel simpel voor ons. Natuurlijk. Dan hoeven we niet met een go-to te werken of weet ik veel wat. Maar wat ik me dan afvraag, als dit die loop stopt, dan moet ik eigenlijk niet zeggen dat hij moet releasen waarschijnlijk. Ja, nee. Dan is er geen release van doen. Maar ja, het is dat ik bedoel. Het is dat ik bedoel. Ja. Wat dat die in de My State 2 is, heb ik geen idee van. Nou, dat moet ik eens even opzoeken, hè. In de auto hotkey toestand. Wat voor nut dat het in deze dingen heeft, weet ik niet. Dan kan ik even kijken wat erbij staat. Misschien dat hij... Ik zal hier beter ark afzetten voordat mijn manneke hier doodgaat van de honger. Oh nee, zo van. Alhoewel, ja, ik heb maar goed, dan kan ik hier naar kijken. Ik zal die even vol stoppen met eten dan. Eens kijken, Ik ga eens even kijken. Want ja, my state, ja. Wat wil dat hier nu zeggen, hè? Ik kan ook eens even kijken.
My state is zero. Ah ja, oké. Okay. Dat is gewoon een ding. Dat is een... dat is gewoon... Ik snap om te dat is gewoon om laten aan te tonen in welke staat dat de knop zich op dat moment bevindt. Dus dat in het begin. Dus dat is eigenlijk gewoon nul. Standaard doet dit niks. Ja. Dat moet verstaan. In dit geval, hè? Ja. Ja. Maar hoe dat die... Uiteindelijk in de MyState moeten we dan ook nog ergens in de loop verwerken waarschijnlijk. Ja, niet noodzakelijk eigenlijk. Niet noodzakelijk. Alhoewel dat misschien wel makkelijker is van dat erin te steken. Dat als uw dingen niet werken, dat je het kunt... Wat lief? Ja, wanneer wat ik bedoel is... Dus je begint standaard met MyState 0, ja? Ik doe op 1 in dit geval, ja? We gaan naar MyState 1. Ja. Ja. Maar, hoe heet die in een loop? En wat staat? Wat dat hij moet doen bij MyState 1 en MyState 2? Eigenlijk heel simpel, hè? Ja, het is. Als uw ding, als uw break, als uw, my, als uw state 1 is, ja, dan gaat hij. In dit geval break loop doen. Ja? Wacht, nee, dat gaat hij op escape doen. Dat is break loop en dit is my state. Dat is nog iets anders, hè? Ah, wacht eens even. Ja. Waar heeft hij die my state voor gebruikt? Ah ja, maar dat was voor die message box. Dat is nog iets heel anders. Die hebben wij denk ik niet echt zo maar zeer van doen. Geen idee. Ja. Dat is voor, ik weet niet wat hij precies wil doen, maar ik heb niet alles gelezen. Ik weet ook niet voor wat die messagebox dient wachten. Ja, nee, dus dat is display the messagebox immediately and keep doing dat it. Is gewoon, dat is gewoon eigenlijk een dingen, een vervanging voor wat dan ook van code. Ah ja. Dus daar kan hij eigenlijk alles insteken dat hij wil. Hier is eigenlijk de bedoeling van die MyState, als hij op F1 duwt, dan gaat hij die messagebox laten zien en die gaat hij blijven laten zien. Dat zou het moeten zijn, wacht. Hè. En als hij op F2 duwt, zou hij een MyState moeten veranderen in 2. Maar voor wat? Voor wat is die 2? Ja, dat ben ik u ook, wel. Zover dat ik het zie, geeft hij hier gewoon aan. En dus hij begint op MyState 0. Ja. Dan zegt hij dat het een loop is. Dan heeft hij escape hoe dat eruit geraakt. Ja. Dan hier zegt hij van gezet, als je op F1 duwt, gaat hij over naar, dan gaat hij, wordt hij 0 en 1. Nu op F2 wordt hij 0 en 2. Ja. Zover zit. Ja, zover ben ik mee. Dan begint de loop. Ja. Je begint ermee van als in een break loop 1 is, dan stopt het daarmee. Dan sluit het dat af. Ja? Ja. Dan zegt hij hier, om in de message box weer te geven, wat dat ook is, en de state. Ja, maar die state is alleen voor wat in die messagebox moet komen, hè. Ja, maar nee, like, dat ik het versta, geeft hij dus in de messagebox weer en die in de staat. Dus in de 1 of 2. Ja. 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 Maar dat doet waarschijnlijk in die... Dan zeg je dat ik maar voor dat 1 en 2, maar dat doet niks. Dat doet in principe niks, nee. Het is dat dat geeft gewoon 1 of 2 weer in de messagebox. Ja. Het is dat wat ik wil zeggen. Dus dat hebben wij niet nodig. Ja, inderdaad. Die MyState hebben wij niet van doen. Die MyState is slechts een variabele. Hij heeft die daar van boven gedeclareerd.
gedeclareerd. Ja, dan weet ik dat dat een variabele is. Maar dit heeft geen nut. Nee, voor ons niet, nee. Bij ons moet daar eigenlijk in de plaats komen if en else. Eigenlijk zou het in een break loop F2 moeten zijn, als ik het goed versta. Ja, maar het is ingewikkelder als dat, maar ja, oké. Okay. Doe maar, zeg maar. In principe moet die loop stoppen als ik op F2 duw. Ja. Dus jij zet daar in plaats van escape, zet jij F2. Sowieso. Ja. Inderdaad. En dan zeggen wij eigenlijk dat die loop begint te lopen. In principe begint die loop pas te lopen als ik op F1 dan doe, als ik het goed versta. Dat zouden we moeten hebben. Ja. En bij F2 zou hij moeten zeggen van ik stop met die loop. Ja. Oké, voor zover ben ik mee. Ik versta het altijd ook wel graag een beetje. Anders leren de mensen toch nooit iets. Maar dat is waar. Sowieso, die hele dingen moet sowieso herschreven worden. Want... Nee, sowieso. Sowieso. Dat draait er verkeerd. Want in dit geval zou die manier van opbouwen niet werken. Nee. Omwille van het feit dat in uw if moet staan, if... ik die dingen induw, dan moet je die dingen F1 induwen. Als ik dat induw... Als ik het goed versta, pak nu dat ik zo zeggen. Ja. Als, dus if, in principe my state 1 is, kan hij die dingen induwen. Ja? Ja. Ja, my state, vergeet my state. Ja, maar zeggen... dat is principe erachter. Ja, nee, omdat die mouse state is nog iets heel anders. Maar... Ja, maar zo zou ik het willen zien. Snap je? Dus eigenlijk als nee, ik snap het niet. Nu snap ik het niet. Nee, eerlijk. Nee, wat ik nu aan het zeggen is, in principe, in theorie kun je iets gelijkaardigs gebruiken. Maar, dus in principe is die mouse state 0. Ja. Als jij daar een variabele wilt aangeven, ja. Ja. Ik bedoel dat gaat in principe. Ja. Het is gewoon dat ik wil zeggen. In theorie, in principe gaat dat ook. Ja, maar het gaat waarschijnlijk iets eenvoudiger dan dat. Ja, het is alle twee eenvoudig. Je moet gewoon een variabele declareren en zeggen, maar kijk, als ik de waarde geef aan die waarde geef aan... aan mijn variabele, dan moet je die knop induwen. Als ik die variabele geef aan mijn variabele, moet je dat doen. Dan moet je exiten. Zo simpel is het. Ja, maar ja, het is dat ik bedoel. Dus je kunt eigenlijk, als ik het goed verstaan, op meer dan één manier doen. Maar dan, ik zou eerder kijken eerst wat jij denkt dat het gemakkelijkst is, of het beste is. Om dat te flikken. Ja. Of eigenlijk, we kunnen het zo doen op uw manier. Godverdomme, niet nu ook nog. Nee, dat is uw manneke dat dorsteen. Ik zou beter eerst gaan drinken, maat, voordat je doet zet. Nee, dat is een serie. Moet even kusten. Oh, van nu. Dat is van die frigo. Die moet nog uitgewassen worden, hè, lieve Mieke. Ah! Die! Ja, da. Zien ze je eigen manneke op je scherm nu zo? I'm hitting myself on my screen. What the fuck? Ah.
Ik ga wel, ik zie dat dan. Wat later is geweest, vind ik heel cool. Ik denk dat je dat venster afgesloten hebt nu. Wat venster? Dan met die... En Hansi, en zou er iemand kunnen komen alsjeblieft? Ja, dat is goed van de Brari Malkabewater. Oké, dat is goed, merci. Salut. Is dat aan mijn stem misschien? Wat moet je zien? Ja, dat venster kennen van die in een loop. Ik wou ook nog eens even bestuderen of we dat op die manier om, of ik dat op die manier, als je dat liever hebt, dan doen we dat op die manier. Nee, als je een andere manier hebt, dan doen we het gewoon op die manier, dat is gemakkelijk. Omdat hij het dan ook in je hoofd hebt op die manier. En hij heeft dan ook nog een variabele gemaakt, die noemt hij loop. En die waar gebruikt hij? Ah ja, dat is dat daar van boven, loop 1. Oké. Okay. Ja, over wat hij dat precies op die manier doet, weet ik ook niet, maar... Ja, dat is mij natuurlijk ook een raadsel. Want daar kun je... Want het is eigenlijk hetzelfde principe als die ascent down knop, ja. Hij loopt dat en hij duwt die knop in en dat blijft zo loopen, dat blijft zo draaien totdat hij die knop induwt. Maar hier wordt er geen knop ingeduwd in principe. Hier wordt er gewoon, ja, wordt er een knop ingeduwd, maar niet ingehouden. Ja. Nee, hier begint hij eigenlijk gewoon te lopen sowieso. Hier begint hij gewoon inderdaad te loopen. En hij maakt dan een dingetje waarin dat uw loop wordt gemaakt. Ja, zo doet hij het eigenlijk. Maar waarom heeft hij die in een van my state gedeclareerd van boven? Ah ja, omdat die moet 0 zijn. Anders zou die beginnen met 1 en dan zou die lopen binnen zijn eigen. En dan wordt die nooit terug 0. Oké. Maar ja, die my state hebben we die eigenlijk wel van doen. Dat is natuurlijk de vraag. Alleen maar als je er een variabele wil aan toevoegen, maar dat is misschien niet echt nodig. Want dit is maar iets gelijkaardigs, ik bedoel, gedeeltelijk gelijkaardig. Het is ook een loop die op een bepaald moment moet stoppen. Ja, maar hier gebruikt hij een set timer, dus hij zet een set timer voor die dan 1000 seconden te laten lopen. Ziet je een sleep 1000? Zie je? Ja. Maar wij hebben geen timer van doen, hè? Nee, wij hebben geen timer nodig, nee. Bij ons moet het gewoon die ene blijven induwen tot wanneer dat hij ze niet meer mag induwen. Oké, okay. Let's do this. Dus, let's start. Wilt je dat ik het doe, dan moet je wel even wel met dingen werken, want ik kan niet intypen, hè. Ja, nee, ik wil wat doen, maar moet maar zeggen wat dan wil, pak. Dus noods even met dingen werken. Met,
doe het graag wel zelf, zijn geen probleem. Ah, oké, goed. Dus eigenlijk gans dit stuk maar gewoon. Ja, en ik zou het niet wegdoen, ik zou het gewoon even kopiëren en dat kunt, jij gaat dat nog nodig hebben. Ik zal het gewoon laten staan en ik zal het hier achter zetten en daar achteraf doe ik de rol dat we niet nodig hebben weg. Oké. Dus ik zou eerst beginnen met iets te declareren. Hoe gaan we die variabelen noemen om het ons gemakkelijk te maken? Konijn. Ja, dat had ik ook gedacht. Ja, nee, dat maakt het mij niet gemakkelijk. Ik moet weten voor wat dat die variabelen dient. En die achteraf van, wat was die konijn nu ook alweer? Konijn, ark. Ze gaan nee, zoveel variabelen maken misschien? Wat? Is het van plan zoveel variabelen te maken misschien? Nee, eigenlijk niet, nee. Wacht, hè. Dat was de binnentikker, ja. Ja, maar wat moet die dingen doen? Wat dient die? Voor de loop uit te gaan, dus die moet gelijk zijn aan breakloop 1. Dus... loop... Bye-bye. Loop bye-bye, punt, dubbel punt. Loop bye-bye, dubbelpunt. 1 dubbelpunt, ja. Ja, 1 dubbelpunt, want anders zet je hem aan, zet je hem op. Ja, het is juist. Ja. Is gelijk aan, de spatie is gelijk aan. Spatie. Nee, wacht, dubbelpunt. Breakloop is gelijk aan 1. Mal, hè. Nee. Wel, want het is gelijk aan direct al, had ik zoiets van. Nee. Ja, ik ben soms verder aan het denken dan dat ik spreek. Is gelijk aan 1. Ben je uit de hotkey dan met nog aan het kleuren? Zet gewoon. Normaal gezien zou het niet mogen, gaat het toch suspend en gaat het toch. Dit duw shift iedere keer als ik op 1. Ah ja, inderdaad. Zat hij een auto hotkey terug aan of wat? Nee. Zet hij dan gewoon eens even volledig af, auto hot. Hij staat af. Huh? Tussen. Staat af niet meer aan. Ja, start hem dan nog eens opnieuw op en sluit hem dan eens af. Dan moet ergens iets met Windows die... Raf, is dat anders goed dat we dat straks doen? Dat is goed, joh. Ik ga wel even Skype afleggen. Ja, is goed. Ja, jong. Ja, moet weer baas zo wat zien. Is het goed? Ja, het is goed. Ja, is goed. Straks, hè. Jo.
Ja, liefje. Als er terug iets aankomt.